Je verkeerskennis wordt getest bij het behalen van je rijbewijs, maar de wegcode verandert regelmatig. Hoe zeker ben je dat jij alle regels kent? Goed, wel, we zijn hier beland in een provisoire studio waar dat we de grote verkeersquiz gaan spelen. Steve, waarom? Wel, het verkeer is complex, de wegcode is complex en toch moet iedereen die wegcode kennen. En omdat we mensen daarbij willen helpen, hebben we een hele leuke quiz gemaakt, de grote verkeersquiz, om die verkeerskennis nog eens op te frissen en wat nieuwe dingen bij te leren. Wel, we hebben enkele vragen voorbereid en we hebben twee ploegen. Scouts van Hoboken. dit is de Koninklijke Edegemse Bicycle Club. Welkom. Dank u. Vraag 1. Je rijdt de bebouwde kom binnen. Snelheid is beperkt tot 30 km per uur. Tot waar geldt deze snelheidslimiet? Is dat A, tot en met het volgende kruispunt, B, tot het bord en de bebouwde kom, of C, tot het bord en de zone 30? Tot het bord en de zone 30, ja. C. Ons antwoord is C. C, ja. Dat is inderdaad correct. Ja, goed gegokt. Of u wist het gewoon goed. De snelheid wordt pas opgeheven door het bord einde van de zone. Zit je dan nog in een bebouwde kom, ja, dan is het nog altijd 50 km per uur. Dan gaan we naar vraag 2. Waar moet je parkeren volgens dit verkeersbord? A. Op de rijbaan. B. Op de berm. Of C. Op de rijbaan of de berm. Niet op de berm. Je ziet daar de kruisjes staan. Hè? Dus daar mogen we dus niet staan. Antwoord is A. Ons antwoord is A. Dat is fantastisch. Dat is weer al juist. En dat was natuurlijk een duidelijke tip met het rode kruisje op het bord. Goed bezig. Ja. Vraag 3. Mag je tijdens het rijden je smartphone als GPS gebruiken? Is dat A? Ja, altijd. Nee, alleen maar als het een ingebouwde GPS is. Of is het C? Ja, als je smartphone in een geschikte houder zit. C. Ons antwoord is C. Dat is inderdaad correct. Ja, vroeger mocht je nooit de gsm gebruiken terwijl je aan het rijden was. Nu mag dat wel als het toestel in een houdertje zit, om hem te mogen gebruiken voor muziek of voor gps. Dus best even afstellen voor je vertrekt natuurlijk. En dan gaan we naar vraag 4. Dat is ook een vraag die zowel voor een wielerclub als voor een scouts heel belangrijk is om te weten. Je fietst met 3 naast elkaar in een fietsstraat. Mag dat? A. Ja. B. Nee. Of C. Ja, maar alleen binnen de bebouwde kom. Ik denk inderdaad, daar hebben we prioriteiten. Of misschien alleen binnen de bebouwde kom. Nee, dat is het. Wat zeggen we? A. A. Ons antwoord is A. Oké, okay, ja, dat is goed. A. En dat is weer al juist. Ja. Het is inderdaad zo, in een fietsstraat met eenrichtingsverkeer mag je over de hele breedte van de rijbaan fietsen. En bij een tweerichtingsverkeer mag je dat aan één kant van de rijbaan doen. Maar je mag dan ook met 3 of met meer naast elkaar fietsen. Voilà, en dan zijn we aan de laatste vraag toegekomen. Heel spannend. Je rijdt met een elektrische step. Waar moet je rijden? Is dat op het fietspad? Of B, op het voetpad. Of C, dat hangt af van mijn snelheid. Sowieso niet op het voetpad. Nee, maar het voetpad sowieso al niet. Ja, want dat mag ook niet op de straat. Dan gaan we voor A. Antwoord A. Ja. A is ons antwoord. A, weer al goed. Ja, mooi zeg. Ja, vroeger was het zo dat als je stapvoets reed met een e-step, dan mocht je op het voetpad. Ja, dat is gewijzigd, die regel. Dus nu word je beschouwd als een fietser en moet je dus... ja, het fietspad volgen. Steve, het is ongelooflijk, maar ze hebben alle twee gewonnen. Hè? Ja, fantastisch. We kunnen alleen maar hopen dat de rest van Vlaanderen het even goed zal doen. Ja, en daarbij krijgen ze de prijs. Voilà. Hartelijk gefeliciteerd. Super. Steve, kunnen de mensen dit thuis ook spelen? Absoluut. Tussen 17 oktober en 17 november kan heel Vlaanderen meekwissen. Je kan spelen zoveel als je wil en je kan ook heel mooie prijzen winnen. Dus... wat dat de reden ook is om je kennis te testen of wil je meespelen als bedrijf, ik wens je in ieder geval heel veel succes.